like deze video als jij ziet wat hier is getekend. Oh. Dit zijn de allerengste, raarste en vreemdste tekeningen gemaakt door kinderen. En oh ja, kijk dit op eigen risico, want het kan wel eng zijn. Ook al zijn het tekeningen. Dit kindje heeft haar moeder getekend links. Met haar haren alle kanten op. Dit is hoe mama eruit ziet in de ochtend. En dan rechts helemaal opgemaakt met lippenstift en een jurkje. Dit is hoe mama eruit ziet als ze uitgaat. Dit kind is te eerlijk voor onze wereld. De vraag op deze toets was: wie eet het meeste tijdens de picknick? De hond of de mug? En dit jongetje heeft ingevuld: mijn vader. Hij is dikker. Hij heeft een probleem. Weet je, dat is het ding. Jonge kinderen hebben nog niet geleerd dat je soms de waarheid voor je moet houden. Dit jongetje moest een kaartje maken voor zijn vader. En hij had eerst geschreven: 'S werelds beste scheter. En toen heeft hij dat snel weggekruist. Ik bedoel, vader. Zeg maar farter, scheter. En vader, vader, scheelt natuurlijk maar een letter. Dit jongetje heeft een kaartje gemaakt voor zijn moeder waarin staat: dankjewel mama, dat je altijd zoveel om mij geeft. En dat je die meatloaf niet meer maakt. Hij zegt hiermee eigenlijk: je eten was smerig, thanks dat je het niet meer maakt. Maar dat hartje is mooi getekend. Dit meisje van 5 heeft een tekening van haar moeder gemaakt die een scheet laat. Oké, dit zijn misschien nog niet de enge tekeningen, maar we beginnen lekker. De opdracht die dit kindje kreeg op school was om haar moeder te tekenen. Ze heeft haar moeder getekend en erbij gezegd: ze kijkt de hele dag Ellen. Dit meisje heeft een tekening gemaakt voor haar moeder en vader. Bij de moeder heeft ze liefde getekend, maar bij haar vader een scheet. Haar moeder geeft liefde, haar vader geeft scheetjes. Een perfect balans. Oké, dit is al best wel creepy. Dit meisje heeft een tekening gemaakt van haar moeder en heeft erbij geschreven: duivelse moeder. En dan een super enge slang eromheen met duivelse slang. En die moeder die schreeuwt: ik hou niet van mensen. Oké. Dan ga ik al. Dit 11-jarige jongetje heeft een kaartje getekend voor zijn vader van een glijbaan waar je zeg maar als baby doorheen glijdt. En aan het einde van de glijbaan is je leven voorbij. En dan heeft hij een pijltje aan bijna het einde van de glijbaan gezet. Hier ben jij. Zo van: je bent al een oude opa, geniet van je laatste jaren. Oh, dit is echt heel erg. Dit is een enge tekening. Hoe komt hij er ook bij om gewoon een glijbaan te tekenen? Dit is een tekening die een kindje heeft gemaakt voor zijn babysitter. Hij heeft letterlijk een tekening gemaakt van de babysitter zonder koppie. En er staat bij: lieve Valerie, ga uit mijn leven. Oké, ze zal wel luisteren, denk ik. Dit is misschien wel de allerengste tekening die ik ooit heb gezien. Ik heb deze al eens een keer eerder behandeld. Dit is letterlijk een meisje wat zichzelf hand in hand met een alien heeft getekend. En die de alien als beste vriend bestempelt. Heeft dit kindje contact met aliens? Kan ze dan vragen wanneer de volgende wiskundetoets is? Oké, dit is serieus de allerengste tekening ever. Misschien nog wel enger dan de vorige. Dit jongetje heeft een tekening gemaakt van zichzelf, zijn moeder en vader en de kat. Maar van nog iemand. En er staat bij: vandaag had ik veel plezier in het park met mijn moeder en vader. En gelukkig liet de demon ons met rust. Alleen die zin al. En dan nog zo'n tekening van een geest erbij. Ergens wat verderop. Bro, I'm so done. Dit is letterlijk een tekening die een meisje heeft gemaakt voor haar grote zus. Waarbij ze letterlijk haar zus en haar in een park tekent. Met een alien erbij. Die op het punt staat te landen. Zouden kleine kinderen gewoon weten dat aliens bestaan? Is dat wat we hieruit op moeten maken? Dit meisje kreeg de opdracht op school om een tekening te maken van haar fantasievriendje. Vriendinnetje. Monstertje. Oh my gosh, wat creepy. Ik wil niet vervelend zijn. Maar als je alles mag bedenken als beste vriend of vriendin zijn. Waarom zou je dan een monster tekenen wat je opeet in je slaap? Like, seriously. Oh my gosh, nu word ik echt bang. Dit jongetje van 5 jaar kreeg dezelfde opdracht. De juffrouw vertelde hem: maak een tekening van je fantasievrienden. En hij heeft letterlijk 3 verschillende soorten slenders getekend. Eentje met een lange nek, eentje met zijn mond open en de welbekende zonder gezicht met tentakels. 1. Hoe weet dit kindje hoe slender eruit ziet? En 2. Dit is de reden dat ik vanavond niet meer kan slapen. Toen deze vader thuis kwam, had zijn dochter van 8 jaar een tekening voor hem gemaakt. Van een verjaardagsfeestje, een beetje Star Wars. Teamed. Alleen met 1 van de karakters in de tekening gaat het niet zo goed. Oh, dit is echt creepy. Oké, ik ga echt geen oog meer dicht doen. Maar het idee dat een kind het heeft getekend en dan dus ook de wellichte reden erachter. Terrifying. Dit kindje heeft een tekening gemaakt van zichzelf die uit het raam kijkt met een of ander spook en een geest. En er staat boven: in de nacht. Oh my gosh. In de nacht verstop ik me onder het bed. Ik heb serieus geen idee wat hier is getekend. Maar ik weet wel dat het engste is wat ik ooit heb gezien. Naast een dubbele les wiskunde op 1 dag. En dat is ook naar. En hier hebben we een tekening gemaakt door een 4-jarige van een soort van spookgeest iets ding. Is het een sok? Ik heb een sok nodig. Mensen hebben sokken nodig. En zijn naam is Willow. Oh, dit is echt heel creepy. Of wat dacht je van dit meisje? Die heeft geprobeerd 3 zeemeerminnen te tekenen. Die eruit zien alsof ze van een andere planeet komen om de wereld over te nemen. Ah, ik ben bang. Deze jongen genaamd Isaac van 5 jaar heeft zijn moeder getekend die zwanger is. Ik weet niet wat er in haar buik zit, maar dit ziet er biologisch gezien niet correct uit. Of wat dacht je van dit jongetje? Die heeft geprobeerd om zijn opa na te tekenen. I'm not
sure of je opa eruit ziet als Godzilla met klauwen zo groot als de Titanic. Mocht dat zo zijn, goed tekening. Mocht het niet zo zijn, blijf proberen. Ik heb wel eens een keer een video gemaakt over de zogeheten elf on the shelf. Wat eigenlijk gewoon een elfje is, wat veel mensen aanschaffen in de periode richting en tijdens kerst. Het is een poppetje, maar sommige mensen beweren dat hij uit zichzelf beweegt. En dit jongetje confirmeert dat met een tekening. En het jongetje is 5 van de elf on the shelf die naast hem staat. Waarmee hij aan het spelen is. Dat is zo creepy. Of wat dachten jullie van dit meisje die heeft geprobeerd om haar kat na te tekenen? Ik denk dat je de dierenarts moet bellen. Oké, deze tekening slaat echt alles. Dit meisje heeft een tekening gemaakt van zichzelf achter een boom. Met de tekst, ik zie je mama. Oh, dat is echt te eng. Waarschijnlijk in het hoofd van dit meisje tekent ze gewoon zichzelf die verstoppertje speelt met haar moeder. Maar dit is een typisch horrorfilmscenario toch? Zo'n eng spookmeisje wat achter een boom staat. Ah, ik maak mezelf bang. Ik moet dit niet doen. Het is een tekening, oké. Neem dit niet al te serieus. Dit is wellicht geen tekening, maar wel iets wat een meisje heeft gedaan met haar Barbie-pop. Moet ik hier nog iets bij zeggen? En we sluiten het luchtig af. Met een vader die de tekeningen van zijn zoontje tot leven heeft laten komen. Dus links hebben we de tekening en rechts hebben we de real life variant ervan. Dat is een best wel interessante vogel. Straight uit Minecraft. Ah, dit is wel serieus superleuk gedaan. Ik bedoel, als kind zijnde teken je gewoon het eerste wat in je opkomt, right? En als dat dan letterlijk tot leven wordt gebracht, dat is sick. Wauw, als paarden er zo zouden uitzien, zou ik morgen nog beginnen met paardrijden. Naast het feit dat ik het leuk vind dat die kinderen het hebben getekend, vind ik het ook heel knap van deze vader dat hij dit zo in real life heeft kunnen maken. Dit ziet er letterlijk uit als een stinkdier. Met heel veel extra pootjes. Handig. Het jongetje in kwestie heeft ook een tijger getekend. En de tijger ziet er in het echt best wel anders uit dan je normaal gesproken gewend zou zijn. Ja, Donald Duck heeft betere dagen gekend. En dat ben ik met je eens. Of wat dacht je van deze crossover? Een vogel plus een hond is een pure nachtmerrie. Oh, een eenhoornvis. Deze is echt superleuk in elkaar gezet. Met respect naar zowel het jongetje als de vader. Stel voor je bent aan het vissen en je haalt dit uit het water. Het is heel eng. Het ziet er naar uit dat dit kuikentje zo gehecht was aan zijn ei, dat hij zijn lichaam tot een ei heeft gemaakt. Dit is best wel cute. Ik noem hem Miss Navelpluis. Wauw, oké, dit is wel echt heel sick. Dit is zo leuk gedaan. Deze vader heeft dus gewoon de tank die zijn zoontje heeft getekend, compleet gedetailleerd in real life gebracht. Ik zou dit een love tank noemen. Hij schiet immers bellen. Ik denk dat ik genoeg internet heb gezien voor vandaag. Sterker nog, ik weet het zeker. Dit hondje is echt wauw. Dit hondje gaat jou vertellen wanneer je te eten krijgt, niet andersom. Ik weet eerlijk gezegd niet of ik dit juist de schattigste of de engste elf vind die ik ooit heb gezien. Oh my gosh, dat kopje ziet er echt uit alsof hij net het engste in zijn hele leven ooit heeft meegemaakt. Nooit gedacht dat een schorpioen er zo aardig zou kunnen uitzien. Hij lijkt er bijna blij mee te zijn dat hij iedereen wilt vergiftigen. Ik heb geen idee of dit een aapje, een muis of gewoon een alien is. Maar wat het ook is, als hij je een high five geeft met zijn grote handen, dan ben je waarschijnlijk op Mars. Dit is letterlijk hoe je eruit ziet wanneer je geforceerd moet lachen voor die typische groepsfoto in de klas. Oh my gosh, je moet een gegeven paard niet in de open bek kijken. Nou, je moet deze helemaal niet aankijken. Oh my gosh, dit zijn bevers die kijken alsof ze je bloed willen drinken. Ik bedoel dat ze op vampieren lijken. Het klonk eng wat ik zei, maar ik bedoel vampieren. Oké. Ja, deze kakatoe heeft betere dagen gekend, denk ik. Waarschijnlijk wel. Ja, aan zijn mond te zien heeft hij veel betere dagen gekend. Kan iemand mij vertellen wat dit is? Het heeft enige kleurentinten van een vos, maar het heeft de mond van een hond en het heeft de ogen van een... Weet je wat? Laat maar. Ik stop ermee. Oh my gosh, dit ziet eruit als een wezen wat tot stand is gebracht in een laboratorium na 50 jaar experimenteren. Ik word er bang van. Like als je een van deze tekeningen eng vond. Ik vond ze niet eng. Jawel, ik vond ze heel eng. Vreselijk eng. Abonneer en adios.